Woe! Kijk, dit had ik verwacht! 32 graden. Niet de bedoeling. Fantastisch, langs de rotsen. Een mooie single track. Hallo, we gaan vandaag weer een lekker stukje fietsen en ik heb een route ingeladen via Komoot van 42 kilometer en ongeveer 500 hoogtemeters. Het gaat richting het zuiden, naar Trasem. Geen idee, er zit nog 2,9 kilometer echt singletrack in. Ik heb wat plaatjes gezien, ik wil dat ook zien. Dus ik neem jullie lekker mee vandaag. Let's go! Dit is toch wel echt typisch Saar-uitzicht. De wijnranken van de Saarwijn. Saar ligt overigens aan de Moezel. Het is een vertakking van de Grote Moezel. De Moezelstreek staat ook bekend om zijn wijn. Dat is de burcht Saar van Saarburg. Mooi, we zijn er gisteren geweest. Mooi toch naar boven geklommen. Om van die hele kleine salamannetjes tegen de bergtopjes aan. Dat zie je hier ook vaak. Een mooie ritsel, ritsel. Weer een salaman. Gaan we verder. Oh jee, nou, dit past net niet, zeg maar. Ik zat eigenlijk net te denken van, oh, dit wordt een hele saaie rit over heel veel asfalt. Totdat ik hier dit onverharde paadje werd opgestuurd. Fantastisch, langs de rotsen, een mooie single track. Ik begreep dat die nog wel even duurde. Want dat heb ik natuurlijk wel even goed gelezen op Komoot. Ik wist dat er veel asfalt in zat. Maar dat er ook een aantal hele mooie single tracks in zaten. Waaronder deze. Even gestopt om even wat te drinken. Gaan we weer lekker verder. Het is fantastisch mooi. We hebben een graad op 34. Dit laatste lijntje was misschien niet helemaal de bedoeling, want daarboven was afgezet met schrikdraad. Maar mijn weg op de Breiten, die ging rechtdoor. Ik werd zo stout geweest, ik denk, ga gewoon kijken, ga het lijntje onderdoor. Maar er zitten koeien. Ah, gelukkig, de koeien liggen daar. En ik kon mooi dat afdalingje daar pakken. En daar onder het prikkeldraad weer door. En kijk, daar loopt mijn weg weer. Ja, soms moet je een beetje avontureren. Ik ben niet helemaal happig op koeien, maar ja, die staan gelukkig ver weg. Hier bij het Krijvogelpark gaat de vette klim naar het landal toe. We hebben nog 2,1 kilometer voluit klimmen. 10-15%. Of ik er zin in heb? Nee, ik ben best wel af. Want het is 34 graden, maar het water is een beetje op. En ik heb toch ook al, nou, ik denk bijna 650 hoogtemeters in de benen. Dat was bij aanvang helemaal niet de bedoeling. We gaan het toch even doen, want bovenop de berg, daar is ons eindpunt. En daar is genoeg water. Wat een mooie, afwisselende rit. Ik zat toch wel op 800 hoogtemeters, 800 nog wat. 42 kilometer ruim. Mooie rit vandaag. Het is ook mooi geweest, want het is echt bloedheet. En laatste kilometers, die berg op, die hakte er wel in. Ik heb het verdiend. Geen cola, nee, een Duitse appelschorle. Helemaal lekker. En dan ga ik lekker douchen en dan ga ik hier chillen op de camping. Ik zie jullie later. Alle spulletjes mee. Mijn man heeft net gefietst. Een extra flesje water nog vullen.
bidonnetje is al vol, maar nog even eentje voor onderweg. We gaan wat leuks doen. Elise is bij de springkussens. 29 graden. Poeh, het wordt nog warmer. Na wat Google-werk staan we hier, Saar-Schlijvenland, in het Saargebied, de Gladiator Ride. En hoe tof is dit? Dit is echt heel dicht bij het drielandenpunt van Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. In het plaatsje Schengen, daar waar het Schengen-verdrag werd getekend. Ik kwam dit tegen op de Google. En 15 kilometer single track. Ik ben super benieuwd, maar er ligt hier nog veel meer. Het is alleen in het Duits, dus dat moet ik nog eens even goed nalezen. Wat we gaan doen is in ieder geval de singletrack, 15 kilometer. Maar er zou ook ergens een pumptrack liggen. Ik weet niet of we daar aan toe komen. Check this. Een heel bord met mountainbike vertier. Purbike.saarland. En daar vind je alle informatie. In Deutsch. Goed, we gaan rijden. Let's go, ik heb er zin in. Afgelopen dagen veel routes van Komoot gereden. Er zaten ook singletrack stukjes door, maar ook gewoon veel brandpaden en ja, stukken weg, gravelpaden, van alles en nog wat. Dit is volledig singletrack, wat mij nu al opvalt, dat er heel veel boomwortels liggen. Heerlijk! Maar daar zijn mijn banden nu even wat te hard voor, dus gaat even wat lucht uit de banden. Dan heb ik even wat meer grip op die boomwortels, want ik glij er nu over weg. Dat is niet een aangenaam gevoel. De eerste kleine 7 kilometers. Het is een trek met veelal boomwortels en rechte paden vooruit. Beetje klimmen, beetje dalen, maar niks bijzonders. Ik had er stiekem toch een beetje aanmerongen van verwacht of zoiets. Is het niet, maar het gevoel dat je in het buitenland bent, zo dicht bij het drielandenpunt, is toch wel weer bijzonder. We komen hier weer terug uit en we pakken de route straks verder op, de laatste 6 kilometer. Dit had ik verwacht. Oeh, dit is een leuk stukje bos. Klimmen en dalen, maar leuk afdalingje met mooie bochtjes naar beneden. Dan kan je heel goed je bochtjes oefenen. En ik zag een enkele kleine switchback. Echt leuk. Die je ook langzaam moet doen omdat hij heel snel naar beneden gaat. Ik vind het meer een oefenparcoursje voor een beginner. Echt leuk. Alles zit erin. Even een blokje en dan gaan we door. Onderhand 32 graden. Heet de bedoeling. Oefeningsrondje is dit. Ik denk dat het wel alles bevat wat je als beginnende mountainbiker moet kunnen om de trails op te gaan. Persoonlijk miste ik gewoon de hoogte en de verre uitzichten. Hetgeen waar ik voor naar Duitsland ben gegaan. Ja, deze parcours hebben wij ook heel veel in Nederland. Dus nou ja, prima. Was in Duitsland. Ik was even weg. Nou zag ik wel dat er nog een skillcentrum hier is. En daar wil ik eigenlijk nog wel even naartoe rijden. Dus pak even de auto voor, fietsie erin en gaan we heen. Er blijkt nog een pumptrack te zitten. Gewoon een sportpark in Perl. Perl, weet ik veel hoe je het uitspreekt. Het is echt op de grens hoor, van Luxemburg en Frankrijk. Een sportparkje met een pumptrack, een kidstrack. Echt van alles en nog wat. Superleuk. We zijn hier ook leuk aan het oefenen. We gaan ook eens even kijken wat we kunnen pakken hier.
Wat is het bloedverziekend heet. Er is hier geen schaduw te bekennen. En het is hier, ja, de autothermometer geeft nu 37,5 graden aan. Ik heb net ook even flink water bij moeten tanken. Ik heb het XC-parcoursje gedaan aan de pumptrack. Ik ga naar huis, want het is mij te heet. Wat ik ervan vind, ik vind het super tof. Ik vond de singletrack ook leuk om te doen. Maar geef mij maar die hoogtemeters en de mooie uitzichten. In mijn hartje vind ik dat het leukst. Maar goed, desalniettemin een heel leuk nieuw ding hier in Duitsland. Of moet ik zeggen Luxemburg, of moet ik zeggen Frankrijk. Want we zitten hier echt letterlijk op de grens. Ik ga terug naar de camping, 3 kwartier terug met de auto en ik zie jullie later. On wheels.